via de AM 1332. Zometeen om 6 uur. Zullen we mooi maken. Dat is 455-3x25 in Amersfoort. Kom ook eens naar onze centers onder andere in Den Bosch, IJmuiden en Amsterdam. DVD-spelers, computers, digitale videocamera's, mobiele telefoons, wasmachines, televisies, schilderapparaten, afwasmachines, hijvaapparatuur, koelkasten, printers, inbouwapparatuur, stofzuigers. Alles is te vinden bij BCC. Kijk en vergelijk. BCC heeft de laagste prijzen van Nederland, een enorme keuze en een prima service. De goedkoopste elektrospecialist van Nederland. Nu ook in Rotterdam, op het Zuidplein. Kijk voor de laatste BCC-aanbiedingen in de Maastadweekbladen. Stimorol kopen. De smaak is raak. Ik zit als van Radio Londen, maar ik ben hier. Ik ben hier.
Ik ben even een stukje aan het filmen, Bill. Oh ja? Vind je niet erg, hè? Weet je hoe dat moet? Ja, dat weet ik nog wel. Ik heb nog een slokje gedronken namelijk. Nee, ik ook niet. Ja, ik zie je kijken. Je kent me wel. Ja, nee, ik ga nog steeds iets bij je langskomen. Ja, maar jouw vader was een penningmeester. Nee, dat was mijn broer. Wat was je broer? Dat was mijn broer. Ik zoek wel een of andere idioot voor zorg. Ja? Ja. Ja, dat is zo krachtig. Ja, afgestaan.
Doe je blouse anders even gewoon uit, joh. Kan jou het schelen? Ja, mooi. Met z'n allen zo ontzettend lang op moeten wachten. Ja. 98 op de kabel in het Gooi en de 90.0 op de kabel in Groot-Amsterdam en Noord-Holland. En vanaf gisteravond ook op de 1332 AM. Zoals vroeger, weet je wel, toen je nog luisterde naar Veronica. Nou, die zonde uit op de frequentie 192 meter. En dat leek ons wel een aardig idee om daar is wat extra aandacht aan het besteden en daarmee in het station beginnen waar je het gevoel van krijgt van hey, zo was het vroeger altijd. Zo vond ik me altijd heel erg fijn. Een heleboel oude bekende namen en natuurlijk de allerleukste muziek. Ja, we zijn weer bij.
dan driekwart van Nederland zeg ik hartelijk, hartelijk welkom vanuit een bloedhete tent hier in het centrum van Hilversum. En we hebben alles mee behalve het weer, zou ik maar zeggen. Goh. Hartelijk welkom, allemaal bekende gezichten. Het is verschrikkelijk leuk en het was weer net als vanouds. Want om 6 uur hadden ze gevraagd, wil jij eventjes openen? En ik sta hier. En toen was er alleen maar een microfoon nog voor deze tent, maar niet voor de rest van Nederland. En dat is voor een beginnend station, zoals wij zijn, Radio 192, toch wel een slordig iets. Aan mijn voeten, en het is absoluut niet de bedoeling dat hij aan mijn voeten zit, zit toch ons, nou laten we het verleggen, vanavond maar noemen onze mascotte. Oom Bul, de oude directeur van Veronica, samen met tante M, de weduwe van oom Jaap, de laatste der Mohikanen. Misschien is het wel heel symbolisch dat zij hier zijn. We stellen het in ieder geval heel erg op prijs. Want hoe is het allemaal gekomen? Ik zal heel snel zijn met Radio 192. En het kwam allemaal door Michael Bakker, die destijds 3 jaar terug mijn producer was voor mijn tv-programma. Die iedere ochtend van 7 tot 9 voor een heel klein radiostationnetje, Radio Gooiland, zijn uren deed. En op een gegeven ogenblik, nadat we een documentaire hadden gemaakt van de reunie van Veronica, zei: ach, kunnen we niet gaan herhalen? Dat is 2 jaar geleden. Adje Bouwman is erbij gekomen. Eigenaar, zeg, zet die telefoon uit. Eigenaar van de Stichting de Noordenij, genoemd naar het schip Veronica. En de Stichting Noordenij heeft heel veel oud materiaal. Beide heren begonnen op de 31 augustus 2 jaar geleden met de herhalingen van al die oude banden op de Middengolf, met alle reclames erin. De meeste indruk heeft nog op mij gemaakt, al die sigarettenreclames. Ja, dat was al heel ding. Maar ik dacht, dat klopt helemaal niet. En tienduizenden mensen dachten daar anders over. Op dat moment, alle collega's kwamen, variërend van Krijntorikga tot Eddie Bekker blijft even staan, Bill Luikinga. Want ik vergeet natuurlijk de helft hier als ik hier zo sta. Maar vanaf dat moment gingen wij voor Radio Gooiland en later OKFM werken. We deden daar een paar keer per week onze uurtjes. Want OKFM was niet het station van de gouden ouwe van Veronica, wel nee. Het zijn hartstikke goede pijlers waar wij de oude gezichten en de oudere stemmen weer wat aan toevoegen. En het oudere bedoel ik niet qua leeftijd, maar onze know-how. Wat voegen wij er dan toe aan het huidige bestel? Dat is de sfeer van toen met het gevoel van nu. Radio 192. Oom Bul, wilt u alsjeblieft even gaan staan? Tante M, wilt u gaan staan? Alle collega's, hier is de champagne. Wil je hem eventjes openmaken? Giel, kan die dan? Jongens, en een op die keuken. En vanaf nu moet het gebeuren. Michael, gefeliciteerd jongen. 192, een gouden oude station. Met oog voor de goede nieuwe op de Middengolf. Inmiddels bijna 9:30 geworden op deze 4 juni 2011. Ik zeg straks, het is een beetje een
Omdat het zo koud was. Hier gaan staan, fotograaf. Ja, je hart is goed. Kom hier. Dank u wel. We gaan allemaal even deze kant op kijken. Leg de bal even op. Wils. Doe het wel. Tadaa. Ik kan niet meer. Kijk een pot, joh. Dan ben ik Holthof. Ten Bouwens. Meneer Bouwens. Hallo. Nou, Jacob, ik heb jou nog niet verkeerd. Jij bent niet van de kant, dus hier. Ja, dan moet ik dat blijven even gelijk. Moet ik dat doen? Ja, pik dat ja, even ergens achteraan, dat je niet te veel geld komt, hè. Ik doe even één voorstartje zo. Prima. Dan komt zo. Oké. Dit is Jacob Hult. Dit is Jacob. Je hebt vroeger bij Radio 10 gezeten, hè? Klopt dat? Ja, heb ik ook nog een tijdje. Ja, zie je wel. Daar heb ik ook nog, ja. Ja, ja. Tot aan de NCRV toe. Oh, kan je dat veel langer geleden. Ik heb het niet eerst officieel op de middenbouw zitten. Dus ja, kom op, hup. Ja, het eerste doorstukje maken. Hoe vind je het nou, Jaap? Omdat we hier bij 1-2 zitten. Ja, dat wil ik. Het is echt een tafel die ik nog niet te winnen ben. Maar autorijden verleer je ook niet. Oké, okay, joh. Gewoon gas geven hier. Ga gas geven. Gewoon gas geven voor de middenbouw. Blijf het door. Ik denk dat ik hier ook begin te groeien. Radio 192 via de kabel in FM Stereo en via AM 1332. Wereldwijd via streaming audio. Kijk op www.192godidee.nl. Zo, is dat al over dan? Gisteren nog niet. Kon je hem nog niet krijgen op de website?